Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Airbox Live op de Boekenbeurs. We hebben hier vandaag Marita de Sterk en heel wat kinderen uit het eerste middelbaar OLV uit Edegem. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe Airbox Live op de Boekenbeurs. We zitten hier vandaag samen met auteur Marita de Sterk en heel wat scholieren uit het eerste middelbaar OLV uit Edegem. Welkom Marita. Ja, we gaan het hier vandaag natuurlijk hebben over jouw nieuwste boeken. Ja. Ik weet niet of een van de kinderen jouw nieuwste boek Duivelskruid kent. Kennen jullie het? Ja. Ja? En weten jullie waarover het gaat? Nee. Misschien moet Marita het even uitleggen. Ja. Voor Duivelskruid ben ik gaan praten met hele oude kruiden, vrouwtjes en meneren. Die zo echt in de natuur nog kruiden gaan zoeken, plukken, medicijnen van maken. En ik ben op zoek gegaan naar mensen die dat echt heel goed kunnen. Maar die ook zo ervan overtuigd zijn dat ze geweldig bezig zijn. Dat ze de kans lopen om serieus in de fout te gaan. Want dat zijn natuurlijk wel interessante personages. Marita, je hebt ook je boek Vreedschoon. Ja? Dat is een ander soort boek. Dat is niet echt een fantasy verhaal. Dat zijn eigenlijk een bundeling van verschillende verhalen. Hoe verliep dat juist om dat boek... samen te stellen, dat is toch anders denk ik als bijvoorbeeld Duivelskruid. Ja, Vreedschoon is een boek met 75 volkssprookjes uit de hele wereld die ik dan verzameld heb. Dus ik heb oproepen gedaan bij heel veel bibliotheken, scholen, lessen Nederlands, tweede, derde taal. Van wie willen vertellen de verhalen die mee zijn gereisd uit Marokko, Indonesië, Mexico naar hier België en Nederland. En jullie kennen waarschijnlijk allemaal de assepoester van Walt Disney, denk ik. Maar de oude, echte assepoesterverhaal is eigenlijk heel cru, heel agressief, heel hard verhaal. En in heel veel van die landen wordt er ook nog heel ongezouten cru verteld. En veel volwassenen denken dan, dat is niet voor jullie, we zullen het maar een beetje zachter maken. Maar ik denk eigenlijk dat jullie die heftige verhalen echt wel aankunnen. Dus ik heb die heftige... versies opgenomen. Ja. Ik vroeg mij af, je schrijft bijna ieder jaar, als ik juist ben, een boek, als ik dat zo zie. Ik vraag mij af, van waar haal je die inspiratie iedere keer weer? Goh, misschien zijn er onder jullie ook wel die soms zin hebben om te schrijven. Een eerste advies zou kunnen zijn, kies een onderwerp dat jou mateloos boeit. Dat jou zo erg boeit dat je erg veel research wil doen en dat je daarna ook heel lang stil wil zitten om het verhaal uit te schrijven. Dus bijvoorbeeld... die kruidenvrouwen, het leven op een groot natuurgebied 100 jaar geleden, dat vind ik eigenlijk wel interessant om iets mee te doen. Mijn hoofdfiguur is herder op de hei, op de Kalmthoutse hei, dus dan trek ik ook met de herder mee om het echt goed te kunnen beschrijven. Dus de inspiratie is ja, de dingen die jou echt boeien. Mevrouw Marita de Sterk, ik heb een vraag en ik had gelezen op internet... dat u vanaf 16 begon te schrijven. Was die interesse al voor dat u 16 was? Of is dat vanaf die 16 dat je begon te schrijven? Ja, dus ik denk, jullie zitten zo in het eerste middelbaar, hè? Ja, oké. Okay. Toen was die droom er al. Die was er eigenlijk ook al in de basisschool. Dan had ik zoiets van, ik wil dat wel proberen. Maar dan begon ik en dan schreef ik mezelf altijd vast. Ik weet niet of je dat herkent. Als je een oefening schrijven hebt, dat je altijd stoploopt, vastloopt. En ik was er de hele tijd aan het denken, maar hoe zou ik kunnen verder gaan? En ja, ik heb dat heel het middelbaar door vastgehouden, die droom. Heel veel schrijvers, je moet het maar aan collega's vragen, zijn eigenlijk vrij vroeg begonnen met schrijven. Een beetje op jullie leeftijd. En dan is een ander advies, je moet doorbijten, je moet trainen. Het is een beetje als sport. Als je een goede hardloper wil worden, moet je ook blijven trainen. Je moet eigenlijk doorbijten en doorgaan en blijven oefenen en blijven oefenen. Heeft er nog iemand van jullie een vraag? Sinds wanneer is dat uw nieuwste boek uitgekomen? Sinds wanneer is uw nieuwe boek uitgekomen? Dus Duivelskruid is in augustus verschenen. Dat is dus nog vrij nieuw. Dat is een hele spannende fase, want dan komen er recensies, kritieken op jouw boek. Soms zijn die heel lovend. Maar mensen kunnen ook echt helemaal niet akkoord gaan met de manier waarop je boek is geschreven of opgebouwd. Dus wie wil schrijven en ook een boek publiceren, moet een beetje daartegen kunnen.
dat je ook wel op je donder krijgt, dat mensen ook kritiek formuleren. Soms ook interessant om zelf nog altijd bij te leren. Dus het is nu eigenlijk een 3 maanden oud. Dus ja, nog nieuw. Ja. Ik vroeg me af, is er al inspiratie voor een nieuw boek toevallig? Ja, ik ben een nieuwe bundel verhalen bezig. Ik ben mensen uit heel veel verschillende landen aan het laten vertellen. Verhalen over demonen, boze geesten, kwade mensen, Satan, djinns, ghouls. Mensen overal ter wereld creëren mensen monsters. En vertellen ze graag verhalen over het kwaad. Waarom? Dat is natuurlijk heel spannend. En ik was laatst bij een Indonesische vertelster uit Bali. En die vertelde zo'n akelig verhaal. Dat ik toen ik naar huis moest in het donker. Dat ik, en over een geest die in een boom zat. Dat ik eigenlijk heel ver weg van de bomen bleef lopen. Omdat ze het eigenlijk zo spannend had verteld. Dus daar ben ik nog een jaartje mee bezig. En dan hoop ik dat het rond zal zijn. Ik wil eerst en vooral Marita heel erg bedanken voor haar komst. En ook alle kinderen van het eerste middelbaar bedankt. En ook u, dank u wel om te kijken. Tot de volgende keer.